Ik was ruim 50 jaar getrouwd met Henk, die helaas vorig jaar is overleden. En ik vind het wel heel bijzonder eigenlijk dat vandaag op Alderzielen de opening van zijn overzichtstentoonstelling is. Er is hier dus heel veel werk van hem te zien. Hij had verschillende thema's, ja, toevallig hier meer op het laatst mensbeelden, maar hij had vooral veel met jazz, eigen verzonnen schrift, heel grafisch is dat natuurlijk, fossielen, grottekeningen, vooral dus dingen ook uit de oudheid allemaal. Waar haalt u al die inspiratie vandaan? Want ook nu hangen hier weer heel wat werken. Ja, dat weet ik niet. Daar kan ik ook geen zinnig antwoord op geven. Kijk, als iemand mij vraagt, wat voor verf gebruik je? Dan kan ik daar een hele hoop over vertellen. En over het linnen, de spierarmen en alles. Maar als ze gaan zeggen, van, hoe kom je nou daar aan? Ja, dat weet ik niet. Dat gebeurt gewoon. En dat komt eruit. Die schilderijen die overkomen nu eigenlijk een beetje. Ja, ja, ja. Soms na afloop dan denk ik, jongen, ik wist niet dat ik het in mee had. Om met tonen te spreken. Nee, dat... En hoeveel werken hangen er nu in de kunsthal? Dat er 75 waren. Ik kan je vragen van wat het allemaal betekent. Dat wilde hij eigenlijk niet. Hij wilde eigenlijk nooit uitleggen van, ja, dit is duidelijk te zien hier wat het is. Een pastoortje, Angela Davis. Maar veel is min of meer abstract. Een samenspel van figuratief en abstract. En dan zei hij gewoon van, plaatje moet maar voor zichzelf spreken. Gaan we niet uitleggen. Het zijn eigenlijk een beetje uw kindjes, die schilderijen. Ja, dat is het uiteindelijk altijd. En het liefste zou je dus niets verkopen, maar dat is onzin. Het werk moet ook onder de mensen komen. En als er mensen zijn die het kopen, dan ben ik eigenlijk ook wel blij. Want dan op een onbewoond eiland schilder je niet. Je hebt altijd een klankbodem nodig. Dat heeft iedereen. Ja. En u doet het nog steeds met heel erg veel plezier, hè? Ja, soms wel, soms niet. Als het niet lukt, dan is het niet zo plezierig. Want dan denken ze altijd fijn schilderen, maar dat is niet altijd fijn. Maar als het dan lukt, dat vind ik geweldig. Dan heb je een heel prettig gevoel, hoor.